Ondernemersvereniging Hart van Tiel en Klesteo hebben de handen ineengeslagen voor de actie Hart voor Klesteo. Tino van Linde van de kleding- en speelgoedbank Tiel en Omstreken en Roos van den Berg van Hart van Tiel zitten bij mij aan tafel. Nou, welkom, fijn dat jullie aanschuiven. Ja, een bijzonder initiatief gaat er uiteindelijk 2 en 3 september plaatsvinden in de stad Tiel, om het maar zo te zeggen. Een soort van evenement, een ja, doneeractie, een geldophaalactie, wat je maar, hoe je het ook maar noemen wil. Maar eigenlijk draait alles om Klesteo. En dan denk ik, wat is Klesteo? Ja, Klesteo is de kleding- en speelgoedbank van Tiel en de omgeving. Ja, zeg ik omstreken. Het dan goed? Ja, vooral omstreken. En omstreken is het hele Rivierenland. Dus jullie bevatten eigenlijk meer dan Tiel alleen maar en een paar plaatsen eromheen? Ja, nee, echt het hele Rivierenland. Van Zaltbommel tot aan Druten, op Heusden tot aan Culemborg. Ja. En we zijn ook heel erg blij dat we dan hier in Culemborg mogen zijn om te vertellen wat wij doen. Nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jullie doen. Want ik denk dat jullie iets doen met kleding en met speelgoed. Ja, dat klopt. En ik denk ook dat dat dus inderdaad dan is voor de mensen die daar zelf financieel niet helemaal de goede middelen voor hebben om dat allemaal aan te schaffen. Dat klopt. En wat wij dan zeggen, tijdelijk tussen haakjes, want dat is eigenlijk ook de doelstelling. Vooral mensen zeg maar, die het financieel moeilijk hebben. Meestal al bij een voedselbank zitten of bij een schuldhulpmaatje. En die kunnen zeg maar, op afspraak bij ons kleding en speelgoed krijgen. En speelgoed is natuurlijk voor jonge kinderen. Mm-hmm. Want speelgoed helpt ook heel erg in hun ontwikkeling. En als zij op jonge leeftijd daar geen gebruik van kunnen maken, hebben ze daar later last van. Ja, maar je kan niet zomaar bij jullie binnenkomen en dan zeggen, joh, kijk eens, ik heb een pasje, om het maar heel plat te zeggen, ik heb een pasje van de voedselbank, ik kom nu wel wat uitzoeken. Of nee, dat wel? Dan kun je bij ons via de website een afspraak maken. Mm-hmm. Als je een pasje hebt, dan heb je een mooi nummer. En dan gaat het allemaal automatisch. Ben je niet bij de voedselbank, dan hebben wij een aantal verwijzers. En dat zijn meestal schuldhulpmaatje of andere sociale instelling. En die kan verwijzen naar ons. Maar al onze gasten, want we noemen ze ook gasten, komen op afspraak. Ja. Mede om ook te zorgen dat het privacy gewaarborgd is. Ook belangrijk natuurlijk, hè? Want vaak ligt toch die drempel bij het idee. Mensen kunnen zien dat ik wat minder bedeeld ben als ik het zij bij een voedselbank of in dit geval bij jullie terechtkom. Dat klopt. En vooral dat gevoel van schaamte, die drempel die er is in hun gevoel, die willen we eigenlijk zo klein mogelijk houden. Want iedereen kan het overkomen. Het kan jou overkomen, het kan mij overkomen. Je ook iets buiten je schuld om. Je kunt ziek worden, waardoor je even tijdelijk het financieel niet hebt. Mm-hmm. En laten we eerlijk zijn, als we kijken nu naar de hele economische ontwikkelingen. Iedereen heeft het zwaar. Ja, zeker. De voedselprijzen zijn omhoog gegaan. En ook de kledingprijzen. Dus ja, als je het nodig hebt en je hebt, je bent al bij een instantie, dan kun je via de instantie zeg maar bij ons terecht. Ja, en zij weten ons te vinden. Kijk, dat is op zich natuurlijk al heel zij goed. Weten ons. Want jullie staan dus al wel bekend, zeg maar. Het is niet zo dat jullie een organisatie zijn waar mensen aan moeten twijfelen of waarvan helemaal ze niet. Wij bestaan al volgend jaar 10 jaar. Mm-hmm. En we zijn ook wel een bekend fenomeen, zeg maar, in de regio. Toch is die schaamte, die drempel bij heel veel van onze gasten, en dat geven ze ook aan, omdat ze denken dat ze in een tweedehands afdank omgeving komen. Mm-hmm. Maar dat is zeker niet het geval. We hebben gewoon een echte winkel, zowel een speelgoedwinkel als een kledingwinkel. En we zeggen, het is een winkel zonder kassa. Dat is natuurlijk mooi omschreven. Hoe mooi is dat? En er hoeft absoluut geen schaamte te zijn. Dus we zorgen dus dat onze gasten echt apart komen. Daarom werken we op afspraak. Zoals ik al zei, hè, iedereen kan het overkomen. Ja. Er is geen schaamte. En als je denkt van, maar ik zit net niet bij de voedselbank. Ik heb net 3 euro te veel, waardoor ik niet naar die voedselbank kom. Schroom dan niet om ook contact met onszelf op te nemen. Dat kan via bestuur@klesteo.nl. Dan nodig ik je persoonlijk graag voor een gesprek uit. En dan kijken we wat we voor je kunnen doen.
Kijk, nou, dat is op zich natuurlijk al fantastisch. Maar je zegt zelf al, we zijn niet een organisatie met afgedankte kleding en dat soort dingen. Maar hoe komen jullie dan aan je kleding en aan je speelgoed? Onze kleding wordt gedoneerd. Maar wij zeggen ook heel nadrukkelijk, als je kleding bij ons inlevert, het moet schoon zijn, het moet heel zijn. Je zou eigenlijk de kleding aan je familielid willen geven. Mm-hmm. Maar je wilt het doneren aan mensen die het ook nodig hebben. En dan ben je bij ons aan het goede adres. Alle kleding die wij binnenkrijgen wordt ook gesorteerd. En krijgt dan ook een mooi plekje bij ons in de winkel. En ook mensen die komen doneren, als de mogelijkheid er is, als we bijvoorbeeld geen gasten hebben, dan nodigen we ze ook graag uit om een keertje bij ons langs te komen om gewoon te kijken in de winkel. Want Het is echt gewoon, het is een echte winkel. Het is echt mooi. We zijn er ook heel erg trots op. Ja en dan komt er dus nu wel een mooie actie aan. Want hebben jullie dan nog kleding nodig? Of wat is een reden dat zo'n actie dan ontstaat? Wij hebben altijd kleding nodig, maar de actie is vooral ontstaan om te zorgen dat er meer naamsbekendheid is vanuit Clesteo. In Tiel is dat redelijk bekend, maar we zijn voor het hele rivierenland. We vinden het ook heel erg fijn dat de ondernemers van Tiel dit initiatief hebben om ook hun maatschappelijke doelen te verwezenlijken. En samen willen we zeg maar het verschil maken in de maatschappij. Ja. En dan vind ik het juist heel erg mooi dat we die samenwerking hebben kunnen vinden. Mooi. Ja, mooi. Ja, want je zit aan tafel en je zit inderdaad te luisteren naar het verhaal. Mooi verhaal, ja. Maar vanuit de ondernemersvereniging hebben jullie dit dus omarmd eigenlijk. Ja, dat klopt. Wij zijn altijd op zoek om leuke activiteiten in de binnenstad te organiseren. En september is eigenlijk bij uitstek de maand waarin je nieuwe najaarscollectie gaat shoppen. Maar dat is dus voor heel veel mensen niet weggelegd. Mm-hmm. En zo is eigenlijk het idee ontstaan om dan de inzamelingsactie te organiseren. Om dus voor iedereen een nieuwe garderobe te kunnen genereren. Ja. Daar zit, want het is 2 en 3 september, ja, hè? En daar zit een leuke actie achter. Want het is niet zo van, joh, ik breng mijn blouse of ik breng een broek of zo maar naar een van de ondernemers die meedoen in Tiel. Want er zit wat anders achter. Ja, klopt. Ja, het is altijd leuk om ook iets voor de ondernemers te realiseren. Dus op deze manier, of iedereen die een zak doneert, die krijgt een coupon van €5. En die is dan weer te besteden datzelfde weekend bij de deelnemende winkels in horeca. Dus op die manier genereren we ook traffic naar de ondernemers in de binnenstad. Ja. Dus eigenlijk een win-win in mijn ogen. Ja. Ja, en dat, ik vind het ook wel mooi, want je hoort ook wel dat ondernemers elkaar eigenlijk niet veel gunnen. En hier pakt ook weer, je zei het al zo mooi, het is een samenwerking. Eigenlijk pakt iedereen dit beet om een goed doel te steunen. Ja, precies. Dus het is ook nog leuk voor het imago van de binnenstad. Ja, zeker. Ja. En dan in zo'n kledingzak, wat mag daarin? Het moet vooral heel zijn volgens mij, hè? Ja, precies. Heel, schoon. Want de vrijwilligers van Clesteo die staan dan in de stad op de Groenmarkt. En die controleren wel wat er in de zak zit. Mm-hmm. Voordat ze dan die coupon uitreiken. Vooral heel en schoon. En schoeisel is welkom en speelgoed is welkom. Ja. Ja. En daarbij hebben we wel een maximum gesteld van 3 zakken per huishouden. Ja. Dus je kunt maximaal €15 weer besteden in de binnenstad dat weekend. Ja, en er zijn een x-aantal van die bonnen beschikbaar, zeg maar. Dat is niet oneindig. Nee, wij hebben als ondernemersvereniging 800 coupons beschikbaar gesteld hiervoor. En het zou heel mooi zijn als die allemaal uitgegeven kunnen worden. Het zou natuurlijk nog veel mooier zijn als er mensen staan met een zak en jullie moeten gaan zeggen, We hebben geen coupons meer. De coupons zijn uit, ja. Is Clesteo de enige organisatie die aandacht krijgt het weekend? Dat is leuk dat je dit vraagt. Want wij dachten op 3 september andere goede doelorganisaties ook de gelegenheid te geven om zich te presenteren in de stad. En wij bieden ze kosteloos een kraam aan. Dus die kunnen zich ook melden. En dat bijt Clesteo helemaal niet. Want wij werken heel nauw samen met een aantal andere organisaties in het Armoedepact. Dus ook vanuit ons roepen we ook deze stichting op om samen met ons zeg maar armoede een andere vorm te geven. Ja, is voor 2 en 3 september alles geregeld? Of zijn er nog dingen nodig dat jullie zeggen van, goh,
we hebben nog een kraampjes nodig of we hebben nog misschien wel een muziekkorps wat komt spelen. Doe eens gek. Ja, want dat is inderdaad nog wel leuk. Hè? Ja. We zetten kraampjes dan op de groenmarkt waar de vrijwilligers de zakken innemen. Maar het is altijd leuk om wat randactiviteiten erbij te hebben, zoals muziek, een springkussen, glittertattoo, sminken voor de kindjes. Dus als er organisaties zijn die dat belangeloos zouden willen doen, dan zijn die van harte welkom om contact op te nemen. Ja, zeker. Ja, en waar gaan die zich dan melden? Bij jullie als ondernemer? Ja, bij mij kan dat. Ja, ik werk dan voor de ondernemersvereniging en ben verantwoordelijk voor de evenementen, coördinatie en organisatie in dit geval. Dus dan kunnen ze zich melden bij de ondernemersvereniging Hart van Tiel. Ja, en dat staat, daar is een website voor ook, dat ze dat kunnen vinden? Of? Ja, Winkel in Tiel is ons platform. En mag ik een e-mailadres noemen? Van mij wel. Kom gewoon naar secretariaat@hartvantiel.nl. Als je daarna mailt, dan komt dat bij mij terecht. Ja, ik vind het wat dat betreft een geweldig initiatief. Hebben jullie als Clesteo nog dingen nodig, behalve kleding en speelgoed? Nou, wat wij natuurlijk altijd nodig hebben, zijn vrijwilligers. Mm-hmm. We zijn gezegend met 80 vrijwilligers. Maar vrijwilligers, die hebben wij altijd nodig. Zonder vrijwilligers draaien we niet. Want we zijn volledig op non-profit en op vrijwilligersbasis doen wij ons werk. En daarnaast komen we altijd graag in contact met bedrijven of ondernemingen die in hun MVO-vraagstuk, zeg maar, ook aan ons willen doneren en aan ons willen denken. Ja. En om te aansluiten op wat Roos zegt, wij gaan op 3 september, dat is op de zondag, dan gaan we ook een modeshow doen. Oh ja. Om te laten zien dat de kleding die wij ter beschikking stellen in onze winkel van zulke grote kwaliteit is, dat ik zelf ook op de catwalk gaan staan. Dus ik schaam me zeker niet voor de kleding die ik daar aantrek. We hebben gewoon echt mooie, goede spullen. Ja, mooi. Ja. En mensen die informatie willen over Clesteo, waar vinden ze dat? Je kunt gewoon op de website kijken. www.clesteo.nl. En als mensen specifieke vragen hebben, dan kan altijd gericht worden aan bestuur@clesteo.nl. En dan een van de 3 bestuursleden neemt dan contact op. Volgens mij gaat het ook al lijkt het nog lang te duren, hè, voordat het. We zijn er druk mee bezig. Precies, want dat is het. Hè. Voor je het weet is de vakantie ook voorbij. En zitten we 2 en 3 september. Ik wens jullie heel veel plezier. En ik hoop natuurlijk dat er ontiegelijk veel kleding en schoenen en speelgoed wordt opgehaald. En ik vond het fijn dat jullie er waren. Dank je wel. Bedankt voor de uitnodiging. Ja.